Breda Nu. Wat houdt het werk als kassamedewerker zo precies in? Nou, je helpt de klant, je scant de boodschappen van de klant en bij de kassa is het laatste moment dat de klant in de winkel is en dat je hem of haar tevreden de winkel uit kan laten gaan. En dat is ja, een beetje de hoofdtaak van een cashière. Elke dag is gewoon anders. Je weet nooit wat er 's ochtends gaat gebeuren als je gaat beginnen, wat er die dag gebeurt. Maar dat maakt het werk wel heel leuk. Zeker, ja, heel afwisselend. Ja. Zullen we gaan beginnen met werken? Ja, nou, kom maar door dan. Op EFT en dan het bedrag, dus bovenste. Maar je doet het best goed, ja. Kijk, hoor je dat? Ik doe het al goed, hè? Wilt u koopzegels? Ja hoor, ik wil wat koopzegels. Koopzegels! Hele kip, joh. Ja. Dan wordt het €42,65. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik moet alsjeblieft de boeken bijzeggen. Wat is jouw taak precies in deze supermarkt? Nou, mijn taak is eigenlijk de mensen bezighouden. Gastvrouw eigenlijk. Ik kook en ik demo. En wat ga je vandaag allemaal doen? Vandaag ben ik bezig met stroopwafels te versieren. Ja? En die kunnen de kinderen dan kopen eventueel. Eigenlijk is dit heel leuk voor een workshop. Maar je mag het zelf ook wel eens een keer proberen. Ja, wil je dat? Een beetje wat van die sprinkels of zo erop. Ja. Het is lekker warm. Kijk uit. Het is lekker. Maar goed. Hij smaakt goed. Het zijn echt verse, heerlijke stroopwafels. Nou, we gaan dus nu kibbeling maken. Ja. Dit is de kibbeling, maar dat moet altijd in een uitje van de slag. Een paar stukjes zo. Ja. Hou je zelf van kibbeling? Ja, ik vind het wel lekker, maar het is wel hoe langer je hier staat, hoe sneller je het beu raakt. Ja, dat snap ik wel. Kijk eens. Kijk een beetje voor. Hoppatee. En dan nu een paar minuutjes wachten dat het een beetje goud bruin is. Ja. Ik zeg niet slecht voor een eerste keer, hoor. Nee. Nee. Oh, daar ben ik blij mee. Ja, toch? Jij mag een foto hebben. Proost, hè? Goed. Iedereen wel, hè? Warm, hè? Nou wel. Maar wel lekker. Je proeft wel dat het echt vers is. Nou. Nou, lekker enthousiast ook. Ja, sorry. Vindt het helemaal niet lekker of wel? Jawel, het is lekker warm. Het is heel warm. Echt heel eentje. Ja, ik sta hier naast Carlo en jij werkt op de slagerij hier. Ja, op de slagerij. Hoe is dat nou om hier te werken? Ja, hartstikke leuk. We hebben hartstikke leuke collega's, zoals je nou kan zien, zijn lekker aan het werk. Ja, die zijn wel aan het werk. Die zijn wel aan het werk. Ik lekker. Heel makkelijk om niet meer geld te verdienen. De lamsrekjes die zijn bijna op. Ja? Die gaan we even bijvullen. Okay. Die gaan we een stuk snijden, lekker marineren en dan leggen we ze weer in de vol. Heeft er iemand wel eens in zijn vingers gesneden hier, ook hierop? Toevallig. Je spreekt ermee. Ook vaak, of niet? Dat valt er mee wel redelijk diep. Ik heb hier een litteken zitten. En hier ook. Levensgevaarlijk. Ja. Ik hoop wel dat ik risico van het vak, hè? Risico van het vak, hè? De messen zijn net geslepen, dus pas maar op. Ik zal er even eentje voor je pakken. Maar je moet gewoon tussen die bordjes insnijden. Tussen die bordjes door. Ja, dus ik laat jou even lekker je ding doen. Ik ga even een kommetje voor je halen. En als ik iemand hoor schreeuwen, dan kom ik even terug, ja? Ik ben er wel heel bang dat ik het toch in mijn klauwen snij, Rick. En wat is nou het leukste wat je hier ooit hebt meegemaakt, hier bij de slagerij? Ja, dat is wel een goede vraag. Nee, elke dag is natuurlijk één groot feest. Ja, dat hebben we er allemaal mee gezegd vandaag. Ja, dat hebben ze gewoon ingefluisterd gekregen van de baas. Zeg dat maar. Ja. Nee. Dat is een beetje... Die is een beetje maar dat... Ziet niemand. Doen we wel even apart. Hè. Maar voor de eerste keer hè, ja, is het nog niet heel slecht. Het niet beter, niet Slijmbal. Breda Nu.